Bij Paagman lagen er woensdagavond nog geen exemplaren van het Franse weekblad in de schappen. Wie vandaag nog bij de boekhandel langs wil om een exemplaar te bemachtigen, heeft pech. Ja, te weinig exemplaren. Er is enorm veel vraag naar. We hebben de afgelopen dagen zijn we echt overstelpt met vragen naar het weekblad. Dus die exemplaren die we morgen gaan binnenkrijgen, ja, die zijn eigenlijk op voorhand al vergeven. En dus had deze Fransman ook geen geluk. Hij hoopte dat het blad gisteren al te krijgen was. Ja, oui. Oui, je le cherche parce que je suis français. Et puis bon, pendant ma jeunesse, je lisais beaucoup Charlie Hebdo. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Demain. Ah, demain. Bah oui, il est sorti aujourd'hui en France, c'est vrai. Le temps que ça arrive. Bah, on viendra demain. C'est important de Charlie Hebdo. Important parce que les dessinateurs qui étaient dans Charlie Hebdo, c'est des dessinateurs que j'ai tout vu toute ma jeunesse. Quoi. Alors, c'est bien. C'est important pour les Français aujourd'hui, je pense. Ondertussen wordt op Marktplaats goed geboden voor een editie. In Nederland heeft het blad eigenlijk nooit echt bekendheid genoten. Nee, dat is eigenlijk het verhangen van de situatie. Het weekblad is in Nederland eigenlijk helemaal niet verkrijgbaar. Al hele lange tijd niet. En dan nu door deze situatie plotseling zoveel vraag. Wat ik zeg, dat is het verhangen.